We zijn aangekomen bij de vuurwerkwinkel en moet je kijken wat een pand dit is. Vol met vuurwerk. Hey, we hebben er zin in. Ja. Grote vuurwerkwinkel. Alleen, we zien één ding. Donderdag, vrijdag, zaterdag kan je vuurwerk ophalen en het is nu woensdag. Het is de 28ste. Oeh. Dus we zijn eigenlijk een dagje te vroeg. Maar? Daar hebben we over nagedacht, jongens. Want wij wilden namelijk de winkel laten zien. We willen even een beetje rondlopen en misschien... hebben ze onze bestelling al klaarstaan of iets in? Dus gaan we vragen binnen. Ze weten wij natuurlijk... zijn gewoon kindjes die niet kunnen slapen. En we willen gewoon ons vuurwerk zien wat we morgen kunnen ophalen. Inderdaad, we konden gewoon niet wachten. Dus we zijn hierheen gereden. Ja. En we weten nu het rustig is. We hebben morgen alle tijd om op de foto en alles erop en eraan. Ja. Alleen we willen het gewoon zien. Ja. En ik hoop, we hebben het niet eens gevraagd, of ze onze vuurwerk al hebben. Of dat we het al mogen zien of zo. Nee, inderdaad. En ik ben ook weer benieuwd naar onze eigen cake. Want dat ligt ook weer hier. Oh ja, ligt ook weer hier in de winkel. Dat willen we ook altijd mooi dus zien. Dus we zijn even een dagje van tevoren. Timo is er ook bij, jongen. We hebben er zin in. Ga je morgen ook mee? Ja. Met onverhalen moet je helpen sjouwen, jongen. Sjouw. We staan er, hoor. We moesten even de deur zoeken. Sesam open nu. Och. Kom verder. Zo, ja, we hebben net eventjes al naar binnen gelopen. Want ik dacht, als we nu binnenkomen met de camera, denken ze, wie zijn deze snot, jongens. We hebben even netjes voorgesteld en gevraagd. Ja, ik vind dit zo hier vet. Gaat het gebeuren. Morgen, na zo lang, is dit weer gewoon hier. Oh, dit heeft 2 jaar geduurd, jongens. Dit was ze niet. Dit is ook vet, hoor. Dat je hier gewoon je eten, drinken, gloewijn, stroopwafels, oliebollen. Ja, echt de show. Dit geeft al zo'n fijn gevoel. Ik kan bijna niet geloven dat je gewoon morgen al het vuurwerk kan ophalen. Ja. En de 31ste gewoon vanaf 6 uur kan afstreken. En als jullie die video zien, waarschijnlijk zien jullie hem de 29ste, denk ik. Dat we willen wel zo snel mogelijk online. Inderdaad. Ja. Dus dan kunnen jullie al vuurwerk halen. Maar wij hebben even besloten om een dagje van tevoren even rond te kijken. Want nu, zoals jullie zien, het is rustig. En morgen is het hier gekke. We hebben het gehoord, het is bizar. Ja, overal, elke vuurwerkwinkel, ze zijn gewoon bijna leeg. Dus ik ben wel even blij dat we onze eigen vuurwerkcake eventjes hebben kunnen zien. Kijk eens, de Sven en Koen cake. Ja, hier. En de Full Moon Party. Echt, het is niet normaal. Ja, we moeten even zoiets mooie plekje geven. Hè. Gewoon zoiets, gewoon lekker hoog. Zo, paap. Ja, kom, we laten hem zo staan. Als iedereen die hem morgen ziet, dan weet je dat wij hem daar hebben neergelegd. Nou. Ja, zullen we even vragen of we... even mogen kijken in de bunker. Of ze onze bestelling klaar hebben. Wat hebben ze hier achter? Ze hebben hier ook nog allemaal van die bakken met vuurwerk. Ja. We hebben echt heel veel vuurwerk. Maar we gaan ook met heel veel auto's. Ja. Om want het te we verdelen. Zitten natuurlijk met die regel van de 25 kilo en daar willen we niet overheen. Heel eerlijk gezegd, we vinden het wel heel lastig om natuurlijk exact op die kilo's te komen. Ja. Het is gewoon als je een paar op appel bestelt inderdaad bij elkaar, is dat weer over die 25 kilo. Ja, en dus... zit er een kooi in voor je eigen veiligheid en bla bla bla, heel gedoe. Maar we gaan echt ons best doen, we gaan er echt op letten. Ja. En al helemaal in huis, dat is een stuk makkelijker. Ja, we verdelen het ook sowieso over meerdere huizen. Ja. 25 kilo, klaar. Ja. We willen geen gezeik, we willen een prachtig nieuwjaar ingaan. Ja. En niet... wij willen gewoon echt het goede voorbeeld geven. Ja. Ook ons veiligheid, alles gaan we ook doen. Ook met vervoer allemaal. Dus, maar in ieder geval, dan weten jullie dat. Precies. Is dat duidelijk? Ja. Ik ben benieuwd of we onze bestelling mogen zien. Ik denk dat we even naar de burger gaan, hè? Leuk lampje, zo roze. Hij is lekker fel hier. We hebben hier de Revolution. Ja. Hele mooie cake. Ja. Die heb je gewoon in 8 delen, toch? 8 stuks. Of meer. Ja, 8 delen, totaal. Ja. En die moet je nou allemaal doorlopen met elkaar. Het is echt een mooi blok dit. Zit in 1 kist. Vergeet trouwens, als je zo'n cake koopt, niet voor 12 uur, want anders sta je 12 uur Je wil niet op straat inderdaad, terwijl iedereen bezig is, dan nog doorlopen. Nee, dat is niet veilig. Dus zorg dat je dat lekker op je gemakkie, thuis, veilig in de tuin, weet ik veel wat waar ook, dat allemaal doorlopt. En dat dan voor 12 uur niet. Net als de kooien knippen. Oh, precies hetzelfde. Dus hou daar even rekening mee. Ik denk dat we onze bestelling mochten zien. Ja. Ja, dus dan gaan we gaan even kijken. Ja. Oké, jongens, we zijn dus nu aangekomen in de bunkers. Hier is Koen. Die doet alsof hij aan het werk is. Andere Koen. Andere jongens. Hey jongens. Hey. Jij had onze bestelling hierheen gestaan. Is dit hem? Klopt. Ik heb hem hier klaarstaan. Oh, kijk. Deze hele hoek. Dit is hem. De hele hoek. De hele hoek, alles. De hele hoek, alles. Ja. Dit ook. Die niet meer. Oh, die niet meer. Klinkt lekker. Die klinkt lekker. Ja, in koor. Ja, de Zena, Speedtrap, Gold. Alles. En dit ook nog. Deze ook, hè? Die ook nog, ja. Ziek. Het liefst nu een doosje meenemen. Ja, kunnen we al wat meenemen. Dat mag helaas nog niet, jongens. Nee, vanaf morgen mogen jullie het meenemen. Ja, een dagje wachten. Echt wachten. Nachtje slapen. Ja. Maar ja, we hebben het in ieder geval dan wel gezien. Mogen buiten uitstappen ook niet, denk ik? Nee, buiten mag je het moet echt binnen blijven. Morgen pas. Morgen dan mag de deur uit.
Nou, dan wachten we echt eventjes tot morgen. Maar dit is het. Dit is het, holy shit. Dit is een deel, want er komt ook nog een ander deel, denk ik. Want we hadden ook nog losse cakes. Nee, dit zijn alleen de compounds. De kleine cakes die liggen in de bunker hiernaast. Gaan we daar ook nog even kijken? Ja, dan kunnen we ook nog even kijken. Nou, dan zijn we in de pakbunker, toch? Dit is de order pick bunker. Ja. In de pakbunker. En dit is eigenlijk wel het mooiste om te zien natuurlijk. Al die kleurtjes, alles is uitgepakt. Ja, ziek. Deze hebben we nog. Sowieso, die hebben we nog, sowieso. De Capitol is een aanrader, maar ik denk echt overal zijn ze uitverkocht. Ja. Als je hem nog kan krijgen, is zeker een aanrader. Ja, zeer 100%. Zeker. Matrixjes, zie ik. Waar zie je de Matrix? Oh, ja. En ik zag hier al, hè. Kijk eens, de Sven Oenskoe. Oh ja, inderdaad. Ja. Oh, die is ook nice. Maar die hebben wij per karton, toch? Die hebben jullie per karton, ja. Ja, okay. Ja. Ja, moet wel per karton, ja, die moet echt. Ik zie allemaal heel mooi spul, vooral dit ook. Prachtig. Heel nice. Ja. Nou, wacht tot morgen. Morgen weer. We zijn weer aangekomen. Ja, bij de vuurwerkwinkel en vandaag mogen we het vuurwerk ophalen en daar hebben we heel veel zin in. We zijn met 3 auto's, dus we kunnen genoeg meenemen. Als het goed is wel. Ja, en dit zijn de... De coureurs. We hebben hier nou 1, 2, 3. Die blokken, ja. Heel nice. Ja, nou, iedereen is lekker wezen shoppen. Ik denk niet dat we de klanten moeten gaan filmen, maar het is de dag. We gaan lekker naar binnen. Nou, we kunnen onze bestelling nog. Eindelijk. We hebben de lijst. We hebben het ook gezien. Ja. Stroopwafels liggen klaar. Ja, en nu ligt alles klaar natuurlijk. Gisteren nog niet. Ja, ik vind het spannend. Ik vind het ook spannend. Ja, ik vind het spannend. Ja. Gewoon na zo lang mag je het weer ophalen, bij je hebben. Dat is echt ziek. En dit zijn allemaal dummies uiteraard. Maar dit hebben jullie gisteren ook al gezien. Dus ja. Hé, hey, onze dummy is weg. Giat. We hadden hem eerst hier, toen hier, nu is hij weg. We hebben geen dummy meer. Die is meegenomen, denk ik. Uitverkocht. Een nieuwe. Kijk. Ze hebben er genoeg. Ja. Nou, hij staat er weer bij. Ja, lekker. Mm-hmm. Ja. Dus, even wachten op de bestelling. Dat wordt wat. Wake up, get up, stretch my legs. Ik heb de order. Ja. Uitgeprint en wel. Nou. Deze alstublieft. Yes. Heel nieuw. Ja, ik ook. Lekker wafeltje. Heel lekker wafeltje. Bussen. Zo. Nummer 3. Hey, ik heb mijn stappen hier, joh. Terwijl mijn bus eraf gaat, hè? Oh, stopt hij ook nog? De enige echte. Oh, fantastisch. Hey, dit is echt wel goed geregeld. Dit is echt top. Dat heb ik nog nooit gezien. Heel snel. Pap, winkeltje in, winkeltje uit. Klanten komen hier binnen, bussetje. Ze kunnen buiten wachten. Ze staan niet in ongelofelijke rijen. Nou, oprecht, compliment. Ja, leuk. Nice. Heel nice. Oh, jeetje. Oh. Oké. Okay. We zijn met genoeg. Ja, we zijn er met 3. Ja. Ik denk dat het wel een paar keer lopen wordt uiteindelijk. Dat denk ik ook wel. Ja. Zijn ze zwaar? Ja. Oh, ik neem deze ligt. Ja, nee, pak me allemaal een... Ik wil die grote. Pak jij die grote, man? Ik wil de grote. Neem jij die tas van lekker, man. Ja. Weg wat. Daar komt de volgende lading. Nou, er ligt nog meer, maar de handjes waren op. Dit is flink wat. Ja. Nou, ik heb het makkelijk nu bij deze. We hadden de auto wel iets dichterbij kunnen zetten. Ja, inderdaad. Jeetje. We hebben nu helemaal achter daar geparkeerd. Zo, het is wel veel, hoor. We hebben veel, hoor. Maar dit is nog niet alles. Nee, we gaan een paar keer heen en weer nog rijden. We hebben een aantal tassen vol met vuurwerk. We gaan het verdelen over 3 auto's. Ja. We gaan een paar keer eventjes heen en weer rijden. Ja. Om te zorgen dat jullie het gewoon vol stress gaat. Jullie hebben onze bestelling gezien. Dat gaat gewoon niet in 3 auto's. Nee, dat past niet in 3 auto's. Dus dat gaan we eventjes verdelen. Ja. En dan even een paar keer heen en weer rijden. Maar daar komen we goed. Ja. De eerste lading is in ieder geval binnen. Hun pakken nog 1 tasje. Dat zijn mooie dingen. Als ik dit dan weer zie ook. Oh. Ja. Gewoon zo'n klein luipaarsje. Ja, dit is gaaf. Een iets groter luipaarsje. Daaronder ook nog een luipaars. Hier deze. Hé, hey, vuurwerkbril. Maar daar hebben wij sowieso nu genoeg van. Hier nog. Kijk hier, de Inside Dry. Nee, dat zijn die andere. Oh ja. Die grote versie. De Uberskool. Ja. Dit is leuk. En deze. Hier, de Thunderkings, hè. Kijk. Thunderkingetjes. Oh, kijk eens. De Thundermines. Heel die nice. Die zijn gaaf. Die zijn heel vet. Mooie, nog mooie luipaars. En we hebben nu bijna alleen maar alles van luipaars. En dan komt nog van Zena en van Leslie. Zena, maar besef, die Funke. Hoe heette die nou? Hé, hey, en de Pyro... Die Vivaldi. Vivaldi. De Pyropapel. Pyropapel. Die komen ook nog. Full Moon, noem het maar. Nou, we kunnen uren hier gaan filmen hoe wij heen en weer gaan rijden. Maar ik denk dat niet interessant is. Nee. Dus wij gaan eventjes deze eerste lading meenemen. En dan een paar keer heen en weer rijden. Maar dat gaat helemaal goed komen. En daar komt... Kijk eens. Komen er nog. Bouwvakkers, hoor. Ja, er komen er nog 2 aan. Zo. Die is een stuk lichter dan die groot, of niet? Ja, dat is ook zwaar, maar hij is wel wat. Is die zwaarder, dan je dacht? Nee. Ja, die is zwaarder dan ik dacht. Ja. Ik zei, ik wil die grote, maar ik had wel meteen spijt. En Timo heeft al 4. Timo meteen, ik wil die grote. En toen dacht hij halverwege, hey, moeten we niet even doorlopen? Dingetje open, hoppakee, en inladen maar. Oi. Ja, past die? Ja. Hoppakee, easy. Zo. Nou, nog een paar cakejes erbij.
En dan zit je alweer vol. Ja, zeker. Jootje ook vol. Hoppa. Oh, daar past nog wel wat bij. Dat past nog wel. Ja, dat lukt nog wel. Tassie erbij. Kijk eens, die is ook mooi, hè? Mooi cakeje. Kijk, hoppakee. Nou, kofferbakjes vol. Terug rijden en dan weer rijden en dat en weer, dan door. En weer. Maar jullie gaan het zien in de collectievideo totaal wat we hebben. Precies. Oké, jongens, en we zijn aangekomen op kantoor en het was met een dagje wel. We hebben een paar keer heen en weer al gereden. Zeker, we moeten ook nog even één keer heen en weer, maar dan hebben we ook wel alles opgehaald. Dit is de laatste, we moeten nu nog één keer. Het begint ook al aardig donker te worden, dus ja. Lange dagen zo. Inderdaad. Hè? Maar we hebben straks wel alles bij elkaar en dan gaan we één collectievideo van maken. Wanneer die video klaar is, dan gaan we alles weer verspreiden over de woningen en huizen. Er blijft niks op één plek liggen, het wordt helemaal verdeeld zodat we allemaal... Daar thuis ook een beetje op. Inderdaad, voor jullie ook. 25 kilo is 25 kilo. Ja, want het is gewoon een te groot risico en zonde van je vuurwerk. Dus verspreid het gewoon zoveel mogelijk over je vrienden, familie, noem het maar op. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.